Ik ben op vakantie op dit mega grote eiland. En dit is mijn lelijke huisje. En dit is het huisje wat Torben heeft gemaakt. En het kan natuurlijk niet dat Torben een mooier huisje heeft dan ik. Dus wij gaan zijn huisje verpesten. En Torben is een hele goede vriend van mij. En Torben is eigenlijk altijd wel heel erg aardig. Alleen toch vind ik het niet leuk dat hij een mooier huisje heeft dan ik. Dus er zijn een paar dingen die we moeten doen. Ten eerste moet ik een schep maken. Ik heb namelijk geen schep. Ik heb namelijk heel veel dirt nodig. Ik ga namelijk zijn hele huisje van dirt maken. Maar mijn eigen huisje kan ik natuurlijk ook nog even wat mooier maken. Zoals, ik zet hier dit even neer. Ik zet hier even een furnace neer. Ik zet dit even neer. Wat ik er allemaal aan heb. Ik heb echt geen flauw idee. Kijk, dit zet ik erop. Pak ik even een rood bloemetje. Ik pak meteen even mijn crafting table erbij. En dan is op deze manier, kijk, mijn huis al een stukje mooier. Kijk, hoppakee. En wat heeft Torben hier? Torben heeft hier allemaal barrels. Torben vindt het vast niet ergens. Ik gewoon één van die barrels even van hem stil. Kijk, daar heb ik namelijk ook gewoon een plek waar ik allemaal rommel kan neerzetten. Dat is wel handig. En die barrel, die zet ik, eventjes kijken, die zet ik hier neer. Zo, ja, dat vind ik een mooie plek. Kijk, en dan ziet mijn vakantietent er al een stukje mooier uit. Alleen laat ik maar even op zoek gaan naar in ieder geval wat steen. Dan kan ik een schep maken. Dan moet ik gewoon heel veel dirt verzamelen. En dan Torben zijn hele huis veranderen in dirt. Dat is mijn missie voor vandaag. En Torben is wel online. Dus ik hoop niet dat hij mij gaat zien als ik zijn hele huis van dirt maak. Dat zou ik niet zo leuk vinden. Oké, eens even kijken. Is Torben in het waterpark? Nee, ik weet niet wat Torben aan het doen is. Waarom heb ik zo'n idee dat Torben iets van plan is? Waarom is hij opeens weg? Hij is toch op vakantie? Wat moet je nou doen op vakantie? Het enige wat je moet doen op vakantie is gewoon liggen in je bed en de hele dag niks doen. Of ja, liggen op je strandbed natuurlijk. Oké, wat is nu een beetje moeilijk is dat ik steen nodig heb. En steen, dat is in een woestijn best wel moeilijk te vinden. Ik moet eigenlijk gewoon op zoek gaan naar een grote cave of zo. Hallo villagers, hebben jullie toevallig wat steen voor mij? Want ik kan nergens steen vinden. Ja, kijk, hier is steen. Alleen onder water hakken, dat duurt altijd zo lang. Dus daar heb ik ook geen zin in. En nu ik hier toch ben, ik ga gewoon even heel stiekem eventjes al dit wheat meenemen. Ik heb namelijk gehoord dat deze villagers de rijkste villagers zijn in Minecraft. Dus ze vinden het vast niet erg als ik dit even meeneem. Zo. Mijn brood is namelijk op en ik wil niet verhongeren in de woestijn. Dat lijkt me niet heel erg fijn. En wat zijn jullie nou weer aan het doen? Jullie zijn wat aan het bekokstoven met z'n drieën, hè? Jullie zijn een plannetje aan het bedenken om het eiland over te nemen. Ik snap het wel, ja. Laat me maar met rust. Ik heb jullie wel in de gaten, villagers. Daarom zijn die villagers zo rijk geworden, omdat ze gewoon allemaal dingen stelen van iedereen. Oké, in ieder geval, ik heb een cave gevonden. Is hier rechts wat steen? Waar? Kan die poes ook even weg? Ik ga gewoon recht naar beneden hakken. Totdat ik... Nou, dit meen je niet. Dit is zo dom! Oké, gelukkig staat Minecraft op easy mode, dus heb ik al mijn spullen nog. Oké, we gaan gewoon nog een keer naar beneden hakken. En hopelijk ga ik nu niet weer doodvallen. Nee, ik wil geen water. Laat me eruit, laat me eruit, laat me eruit. Ik wil niet stikken, laat me eruit. Weet je wat? Ik ga gewoon op zoek naar wat steen. Ik ga een schep maken. Ga ik dirt hakken. En dan ga ik Torben zijn hele huis omtoveren tot dirt. Oké, ik heb een schep en ik heb dirt. Ik weet niet hoeveel dirt ik nodig heb, maar in ieder geval genoeg. Zolang Torben uiteindelijk maar een lelijker huis heeft dan ik, vind ik het allemaal helemaal prima. Wat denkt Torben wel niet? Gewoon een beetje op mijn vakantie komen, mij storen. En dan vervolgens een mooier huisje maken dan ik. Dat is niet de bedoeling. Al heb ik natuurlijk wel het mooiste waterpark van de hele wereld. Zo. Oeh, ik heb wat gevonden. Hopelijk ligt daar zeldzame loot voor mij. Oké, ik heb inmiddels denk ik ook wel genoeg dirt om zijn hele huisje van dirt te maken. Maar wat hebben we hier? Misschien kan ik hier ook nog wat vinden om Torben zijn huis nog lelijker te maken. Eens even kijken. Wat zit hierin? Waarom zit hier helemaal niks in? Hoe kan dit? Weet je wat, laat maar zitten. Ik hak nog even dit dirt en dan is het tijd om het huis lelijk te maken. Oké, wat ik nu moet doen is eigenlijk dit hele huisje van hem even weghakken. Kijk, en dan verplaats ik dat gewoon op deze manier met dirt. En dan heeft Torben gewoon straks één groot poephuis. Kijk, hier doen we vervolgens weer hetzelfde. Kijk. En ik moet zeggen, het huis van Torben ziet er nu al wat lelijker uit. Dit is echt perfect. Dan hakken we dit weer even weg. Kijk, hier een blokje dirt. Dit weghakken. Hier een blokje dirt. Sorry, verkeerd geplaatst. Nou, maakt niet uit. Ik laat het gewoon lekker staan. Kijk, hier wat dirt. En hier wat dirt. En kijk er hoe lelijk dit wordt. Nu is het een kwestie van al het hout even veranderen met dirt. Oké, het hele huis is veranderd in dirt. En eens even kijken wat ik nu allemaal nog kan doen.
Als ik hier gewoon hier en daar wat dingetjes weghaal. Kijk, dit mag natuurlijk ook allemaal weg. Dan plaats ik op de grond gewoon ook even wat dirt op deze manier. Kijk. En ik heb hier nog allemaal dode bomen. Die kan ik hier ook neerzetten. Zo. Kijk. En dan is Thomas zijn kant van het eiland gewoon veel lelijker. Dit is perfect. Kijk. En dan hier nog een boompje. En de laatste doen we hier. Eens even kijken. Wat kan ik nog meer doen? Thomas heeft nog gewoon één lelijk poephuis. Ik zet hier nog even wat mos neer. Kijk dan. Gadverdamme. Oh, yesie. Hey, Thomas. Wow. Ik zat naar je huis te kijken. Wat is er gebeurd? Ik had net zo'n mooi huisje gemaakt. Wat is er gebeurd? Wie heeft dat gedaan, joh? Wie heeft dat gedaan, joh? Zo, mijn huisje is veel mooier. Oh, waarom moet ik nou weer onder vies, stinkend dirt slapen? Weet ik niet. Ik vind het ook wel een beetje raar. Nou, Torben, ik zie je morgen weer. Doei! Ik had net iets helemaal leuks gemaakt voor jou en dan doe je dit. Nou, vertel dat morgen maar. Doei! Oké. Dag, Jessie.